like here. En wat is? Ik had niet anders verwacht. Elk jaar als 12 december eraan komt, nou, die heeft lading. En ik heb nooit wat van tevoren, nooit jarenlang, nooit wat gemankeerd. Ik kwam nooit bij een dokter, wat dan ook. En dan heb je een heel groot stressjaar. Met een club waarvoor je werkt, waar je eigenlijk je ziel en zaligheid zou moeten liggen. Waar enorm veel ellendige dingen om het team heen gebeuren. Zorgt voor stress. Ik had een coaches meeting hier zo. In de VIP-ruimte en toen is bij mij het licht uitgegaan. Okay. Komt Marlon wel? Oh, die zit binnen. Miste je wel zonder. En de mazzel is dat Johanna, mevrouw en Martijn heel cool zijn gebleven. Johanna wist, had wel vermoeden, omdat ze dus doktersassistent is, had vermoeden van hé, wacht even. Moet het UMC bellen, is gespecialiseerd in al die hersenaandoeningen. En binnen een half uur lag ik nu in mijn UMC. En ik weet er dus helemaal niks meer van. Ja, dat is een wonder. 4 maanden later stond ik in het zaaltje hier vlakbij in bus. Stond ik weer mijn eerste training te geven. Dus dat is wel zeldzaam. Wauw. Dat zat bijt aan. Ja, alsof je leven ervan afhangt. Goed zo, man. Same point! Sammy's in the house. En je hebt goed weer meegebracht, Sam. Ja. Eindelijk lekker. Doe even je pooltje, dan zie ik je zo terug. Ja. Om hem echt eruit te draaien. Die duim gaat richting je korte stop, weet je het nog? Mm-hmm. Nou voren, vingers op de bal. There you go. Sammy ook precies hetzelfde. Nice. Top. Vingers op de bal. Armpje oké? Okay? Dit is zeg maar je comfortzone nummer 1. Dit is iets wat je 2, 3 keer, 4 keer in de week gewoon doet. Je krijgt al die jongens bij en dat is gewoon super gaaf. Ze zijn maar voor 1 doel hier gewoon, ze willen betere honkballers worden. En daarmee creëer je een stukje zelfvertrouwen met hoe je het aanraakt. En dan komen er betere mensen ook uit. Met meer zelfvertrouwen, die beter op school gaan. En, ja, het is dat verhaal waar je het uiteindelijk, die ontwikkeling waar je vinger op ligt en dan gebeuren de dingen. En dat is het mooie. Dat is het mooie. En dat noem je dan werk. Ik durf het geen eens werk te noemen. Het is gewoon geen werk. Het is gewoon je stukje passie en je kick om anderen beter te maken. Je bent mijn man achter de plaat. Yeah. Ik laat je alleen niet op die hele hard throwers, laat je niet gooien. Of zit. Dat doe ik niet. Dat doe ik niet, want dan wordt het niet leuk meer. Komt allemaal voor jou nog wel. Je handschoen is wel een stuk beter achter de plaat, echt waar. Je gooien gaat steeds beter. Dat is echt super. Daar heb je echt voor de rest van je leven wat aan. Mm-hmm. Kan ik je wel vertellen. En ik kan niet... Volgende week dinsdag kan ik niet, dan ben ik op schoolreisje. Ik kan een trucje wat jij niet kan. Goed zo. Ah. Sam heeft een bijzonder oortje. Je een deukje. Ja. 3 jaar later krijg je precies dezelfde datum, 12 december 2015, krijg je van de bond het mooiste. De mooiste waardering die je maar kan krijgen, een Lifetime Achievement Award, de Leen Volkrijk Award. En toen heb ik diezelfde speech daar gehouden, van die mensen die hier zaten, die azijnpissers allemaal, en die zaten in één keer van, hé, dat is wel bijzonder. En dat, ik vind het nog steeds bijzonder, en hoe, ik ben niet gelovig of zo, en ik ben niet zweverig of zo, maar er zijn wel bepaalde krachten geweest die ergens iets bepaald hebben hoe die weg is gelopen. En als je ziet hoe goed het daarna is gelopen door volharding. En dat je veel positiever over dingen
veel breder denkt, makkelijk en veel opener bent. Wat meer je middelvinger opsteekt tegen mensen en wat dan ook. Het is gewoon anders geworden en het is op zijn plek gevallen. Dat is heel bijzonder. Dus ik ben niet iemand die in het verleden leeft, maar ik neem nog steeds een hele hoop dingen mee. Die mij geholpen hebben en die niet veranderd zijn in het spelletje van wat ik meeneem voor mijn jongens. Dit is SRH. Klein veldje. Hey mannen. Mag ik dan met je mee rijden, Donnie? Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij je blijven? Hey, Ab. Joey, nog twee. Je moet eerst uit. Dit helemaal niks, man. Probeer je onderbeen te ontspannen met je voet neerzetten. Relax. Yep. Nice. Beter. Ik denk dat dit gewoon mijn roeping is. Ik hoor hier te staan. Het was mijn tijd nog niet. Het mooiste wat je kan horen van een papa en mama is van sinds hij bij jou traint en dat stukje krijgt ook wat hier in die kop is gebeurd, gaat hij beter op school. Nou, hoe mooi kan het zijn. Heb jij die ook? Ja, volgens mij was dat de kleinste. Zei ik al tegen Tim. Je moet een kleinere dan dit hebben. Pas die even samen of het dezelfde maat is. Nou. Ik neem aan dat het... En Ravano die ziet mij, die komt het veld op. Ik was daar ook voor mijn eigen training en de avond daarvoor. En die komt op me afrennen, big smile. Hij is 16 zo en die drukte me bijna plat. Stan, Erik, daar gaat het nou om. Ja, precies. En ook... Om even door te gaan op wat je zei. Het is meer dan dat. Nee, het is meer dan dat spelletje met die bouwknuppel in die hand. Het veld daar achter rechts, daar gooide ik mijn eerste wedstrijd. Speelde ik mijn eerste wedstrijd, miste ik een bal aan het linksveld. Dat is nog een veld, hè? En dat is nu een pupillenveld, of ik weet niet zoveel veld. En dan miste ik een bal in het linksveld en ik gooide mijn eerste inning, zoals ik zes. Het is wel heel intens en heel mooi. En je leeft ook veel intens. Oh, heb je meegenomen? Ja, ik heb meegenomen. Het is zo gaaf. Kijk het, Tom, die is zo gaaf met pap staan. Ik probeer hem te ontdekken, Ferry heet hij, maar ik weet zijn achternaam niet. Waanzinnig pitchertje, een Molukse jongen van Uitsmijters. Goeie pitcher. Voor mij noemen we het ook Mowgli, weet je nog? Ik kan maar zo. Mowgli. Hij kon goed gooien. Hij kan goed gooien. Het is een van de weinige foto's dus met pap samen. Dat vind ik echt geweldig. Super man, dat je meegenomen hebt. Dus het is veel breder dan die bal, die handschoen en die knuppel. Als het allemaal mee zit, ga ik dit nog, ik ben nu 56, ik denk dat ik over 15 jaar gewoon nog sta. Ik denk dat ik hier mijn laatste adem misschien wel uitblaas. Who cares?